Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Maartje Glas. Ze werd geboren in het ziekenhuis in Alkmaar en groeide op in Langedijk. Haar vader was directeur van een scheepswerf en haar moeder was klassiek zangeres. Ze trad onder andere op in het Concertgebouw, maar ze was vooral hier in de buurt bekend. Ze was altijd al gek op muziek en wilde het liefst manager van een band worden. Je spaarde pop-encyclopedieën en bewaarde ze alle nummers van het muziektijdschrift Oor. En op haar 17e droomde ze ervan om te werken bij muziekspeciaalzaak Popeye. En nu is ze general manager Buma Music in Motion. Je wilde graag bij Popeye werken. Vertel eens hoe die sollicitatie ging. Ja, nou, dat was, of dat is, de muziekspeciaalzaak van Noord-Holland eigenlijk. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, de betere platenzaak was dat. En daar haalde ik zelf altijd mijn muziek vandaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wacht even, ik zoek een bijbaantje. Zou dat niet heel leuk zijn als ik daar kan werken? Maar ik durfde daar niet naar binnen. Dus we liepen er langs, ik haalde mijn muziek. En toen was ik een keer met mijn moeder in de stad. En die zei, maar waarom loop je dan niet naar binnen en vraag je of je daar mag werken? En toen deed ik dat. Ik was best wel verlegen. En toen ben ik naar binnen gelopen. Toen zei ik van, goh, hebben jullie nog plek voor iemand? Zaterdagbaantje of in de donderdagavond, koopavond. En toen zeiden ze, ja, maar wil jij hier dan komen werken? Ik zo, ja, heel graag. En toen zeiden ze, ja, maar we hebben nog nooit meisjes gehad die hier achter de toonbank hebben gestaan. Oh, wat erg. En ik nog, waarom niet dan? Ja, meisjes weten niet zoveel van muziek. Nou, gelukkig het stoom uit mijn oren. Want ik spaarde natuurlijk die pop-encyclopedies. Ja. Ik las alles wat los en vast zat over muziek. Mijn moeder werkte ook nog in de bibliotheek. Dus daar was ik ook vaak te vinden. Dan had je van die mapjes over bands en songteksten. En ja, toen. Maar goed, de man achter de balie, die zei, lever anders een sollicitatie in. Dan ga ik even vragen aan mijn baas of het niet een uitzondering mag komen. En bewijs dan maar dat je iets weet van muziek. Dus toen heb ik een week lang. Ik moest een week later terugkomen. Toen heb ik een week lang die pop-encyclopedie doorgenomen. Ook allemaal. Er zijn nog steeds weetjes. Er zit er in mijn hoofd van toen. Die ik van bands en artiesten waar ik, nou ja, die ik wel interessant vond. Maar nou ja, wat niet mijn stijl was. Maar ik dacht, ja, dat moet allemaal. Ik moet weten dat Paul Weller alles weten. In de stijlkansel en de jam heeft gezeten. Dat soort dingetjes. Dus die week daarna kwam ik vol goede moed weer terug. En toen kreeg ik wat vragen. En die wist ik allemaal. En toen zeiden ze, gefeliciteerd, je bent aangenomen. Dus kom maar werken hier. En ja, dus dat was onwijs leuk. En ja, dat was mijn droom. Dus in plaats van de muziek kopen daar, stond ik het te verkopen aan veel mensen. Dus, je bent ook DJ geweest. Wat ik me nou afvraag is, is er een verschil tussen de DJ's van nu en de DJ's van toen? De radio DJ's. Ja, dat is een goede vraag. Toen was 2006 tot 2011 ongeveer. Voor mijn gevoel is dat nog niet zo lang geleden, maar dat is natuurlijk wel al een tijdje terug. Ik was betrokken bij Veronica en bij Kink FM. Dat was natuurlijk hitradio. En er waren geen opleidingen voor mensen die hitradio wilden maken. Dus het aan elkaar. Er waren helemaal geen opleidingen. Nee, nou ja, journalistiek. En dan kwam je bij Radio 1 bijvoorbeeld terecht. Of bij nieuwsradio. Maar hitradio is een heel ander verhaal natuurlijk. Dus dat. En of dat dan nu veranderd is, dat is een goeie. Of luister je niet meer? Ik luister niet heel veel meer. Ja, wel naar Kink. Het is iets. Er moest toen al in die tijd moest er minder gesproken woord en meer muziek gedraaid worden. Ja, en de jingles werden steeds vernuftiger. Dus er werd bijvoorbeeld de muziek van een nieuwe track die werd ingestart. Daar zat dan een jingle met het logo, zeg maar, van het radiostation. Dat werd dan helemaal daarin verweven. Dus je dacht dat het nummer al was gestart, maar dat was de jingle. Dat vond ik wel heel gaaf toen al.
Het was dus natuurlijk ook een sport om zo lang mogelijk door te blijven praten. Totdat die artiest begon te zingen. Ja. En als je dan nog met een platenspeler werkte, wist je op een gegeven moment precies als je dat dingetje liet zakken, hoe lang je nog had. Oh ja, precies. Ja. Nou ja, in mijn tijd, toen ik begon, was dat al precies gecued, zeg maar. Dus ik zag in beeld wanneer de artiest begon te zingen. Dus ik wist precies wanneer ik mijn mond moest houden. Ja. Dus dat klonk heel vernuftig. Ja, maar dat sporten. Ja, maar dan met een platenspeler. Dat is echt pas de sport, ja. Ja, dat helaas. Dat heb ik niet meegemaakt. Hey, die Veronica-school. Vertel daar eens wat over. Radioschool. Ja, dat is was... Is die er nog eigenlijk? Nee, helaas niet. Denk je dat dat nog nodig is? Wat leerde je daar nou? Nou, je leerde daar... het was Vereniging Veronica. Die was de eigenaar van het televisie, radio en het magazine. Dat werd allemaal verkocht. Dus Sky Radio nam Radio Veronica over. En enzovoort. Dus Vereniging Veronica bestond nog wel. En dacht, waar zijn we ooit mee begonnen? Met hitradio op een schip. Dus laten we die legacy vasthouden. En ervoor zorgen dat we iets doen met die erfenis. En toen bedachten ze zich van... Of Jan Hoogstein was dat. Die werkte bij Kink FM. Dat was ook nog wel een radiozender van Veronica. Vereniging Veronica. En die dachten toen... Laten we starten met een radioschool. Maar de vraag was natuurlijk... Wat leerde je daar? En er waren drie stromingen. Dus technici, producenten, producers, radioproducers en presentatoren. En wat we deden was een jaar lang studenten opleiden die in de schoolvakanties, dus eigenlijk met jongeren die of nog op school zaten of al een studie deden, die mochten dan in de schoolvakanties en op zaterdagen kwamen ze bij ons les volgen. En ze deden auditie en werden dan ingedeeld in een van die drie stromingen waar zij dan interesse in hadden. En waar leer je? Je leert pas bij het radiostation zelf hoe je het systeem van de Dalet bijvoorbeeld het systeem van het radiostation. En dat leerden wij dan al. Wat bedoel je met het systeem van het radiostation? Ja, ik kan even niet goed op het woord komen. Maar waar de muziek uit wordt gedraaid. De hele audio... Maar ben je dan je eigen technicus? Bedoel je dat? Nee, dus als je naar de radioschool ging, dan koos je dus voor een van de drie stromingen. Dus je koos voor de techniekkant, of je koos voor de radioproductiekant, dus het voorbereiden van de shows, of je koos voor de DJ's. Presentatie, ja. En wij we hadden dan zo'n selectiecommissie met Jeroen van Inkel. En wij selecteerden dan elk jaar 24 studenten die dan dus verdeeld waren over die drie groepen. Ja, want de meesten wilden natuurlijk DJ worden. Ja. Maar daar heb je toch een talent voor nodig. Daar heb je zeker een talent voor nodig. Dus dat was wel heel... Dat wilde ik eigenlijk van je horen. Dat het niet zomaar iets is. Nee, zeker niet. Je hebt daar echt talent voor nodig. Ja, zeker. Want als je moet goed kunnen improviseren. Je moet... je moet wat weten. Je moet het ook goed kunnen uitspreken. Ja, dat vind ik ook al heel belangrijk. Ja. Maar we hadden ook nieuwsleescursussen bijvoorbeeld. Dus je leerde ook nog gewoon nieuws te lezen. Ja. En dat was heel leuk. Ja. Zeg, wat doet die Buma Stemra nou precies? Buma Stemra is de Nederlandse auteursrechtenorganisatie. Dus die int de gelden voor de Nederlandse artiesten en songwriters en tekstschrijvers. Dus als je een liedje hebt gemaakt of een song hebt gemaakt... Die schrijf je natuurlijk vaak als artiest zijnde. Dus stel je Fleming heeft een liedje op de radio en is de artiest die het heeft gezongen. Maar Fleming heeft bijvoorbeeld de muziek gemaakt samen met nog twee of drie andere schrijvers. En in de studio gaan met een producer. Dat zijn allemaal de rechthebbenden van dat liedje. Dus allemaal krijgen zij geld uitgekeerd van Buma Stemra. Als het liedje wordt gedraaid op de radio of op een festival of door een DJ wordt gedraaid. Hoe wordt dat nou gecontroleerd? Daar is een speciaal fingerprinting systeem voor. Ja, dus dat wordt allemaal bijgehouden. Voorheen moest je een DJ bijvoorbeeld setlisten insturen of een radiostation. Moest van elk uur lijsten insturen met welke nummers ze hebben gedraaid. Ja. Maar dat is natuurlijk heel goed omdat jij als auteur van zo'n liedje... naast de artiest die treedt nog op. De artiest die verdient nog op allerlei andere manieren natuurlijk het geld. Maar een artiest schrijft vaak een liedje niet alleen. Dus de mensen die met z'n allen in de studio hebben gezeten. En dus ook als rechthebbende aangeschreven staan. En het liedje is ook daadwerkelijk bij Buma Stemra aangemeld. Dan kun je het een soort ISBN-nummer noemen als bij boeken?
Ja, ja, een voorbeeld, ja. Maar waar ik door geschokt was, dat was dat, dat er maar 14% ja, vrouwen zijn ingeschreven. Ja. Hoe is dat nou mogelijk? Ja, blijkbaar is er, want Buma Stemra heeft heel veel leden. Dat neem ik aan. Ja, honderden, duizenden. En ja, dit is een onderzoek geweest van, al wel weer van een aantal jaar geleden, wordt een nieuw onderzoek gedaan. En toen was er maar 14% van alle leden waren slechts vrouw. Dus dat is veel te weinig. Maar sowieso is maar van alle hitsongs in Amerika bijvoorbeeld, was maar 8% geschreven door een vrouw. Oh, is dat en, zo? Ja, het is heel weinig. Maar we kennen die vrouwen ook helemaal niet. Dus het is ook goed om te weten welke vrouwen al die hits hebben geschreven. Dus de nummers die je meezingt. Er zijn heel veel hitsingles die door vrouwen zijn gemaakt. En dus het is eigenlijk tijd om die vrouwen bekender te maken, zodat ze ook als rolmodel voor de mensen die nu op school zitten kunnen fungeren. Dan komen we bij jou, wat ik uit het Parool heb gehaald van het interview. Ik citeer even. Hè. Ik ben tegenwoordig enorm gepassioneerd over het creëren van vrouwelijke rolmodellen in de muziek voor kinderen. Dat moet je eens even uitleggen. Oh ja. Hoe doe je dat? En je hebt nu al verteld waarom je dat wil. Ja, omdat de talenten ontdekt worden, ook bij vrouwen. Ja, ook bij vrouwen. En er zijn genoeg vrouwen die dat talent hebben. Maar het is de muziekwereld is best wel een mannenwereld. Dus het is ook best moeilijk als vrouw zijnde om je staande te houden. Ook bijvoorbeeld op de opleidingen. Zie je dat vaak vrouwen richting de zangkant opgaan. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die heel veel talent hebben voor de productiekant van of voor andere instrumenten. Maar omdat je dan op een opleiding komt waar al heel veel jongens zitten of je heel veel mannelijke docenten hebt, dan is het nog best moeilijk om dat vol te houden. Om dan die opleiding ook daadwerkelijk af te maken. Dus als je met meer vrouwen in een klas zit of een vrouwelijke docent hebt, dan kun je daaraan spiegelen. Identificeer je mee. En dan is dat sowieso makkelijk vol te houden. Maar het is een voorbeeld. Ja, en bij kinderen vind ik het al heel belangrijk, omdat ik zelf had een voorbeeld thuis. Ik heb 2 dochters. En we hebben toen gepraat over van welk instrument wil je bespelen. En toen stelde ik wat instrumenten voor. Ik zei drum of basgitaar. En toen zei mijn dochter, nee, maar dat zijn jongetjesinstrumenten. Ik zo, hè? In deze tijd? In deze tijd, ja. En hoe kom je daar nou bij? En dat kon ze toen nog niet heel goed uitleggen. En toen keek ik toevallig boekjes die we hadden liggen. En er was zo'n boekje van Nijntje, waarin dan dus de harp en de viool en de zangeres waren dan meisjes. En dan de drum en de gitaar en de basgitaar. Dat waren de jongetjes in die boekjes. En toen ging ik dat eens uitzoeken. En toen zag ik dat die stereotype of die beeldvorming, dat dus best wel vaak voorkomt. En gelukkig verandert dat. Want mijn dochter die wilde op drummen. En de drumleraar hier ook in het dorp, die had toevallig net flyers laten maken om mensen op te roepen om ook op drumles te gaan. En normaal gesproken, en dat hadden we ook bij Buma trouwens, bij Buma Cultuur en Buma Stemra. Normaal gesproken denk je dan snel in stereotype personen, zeg maar. En maar hij had, die drumleraar, had een meisje die drumde op die flyers gezet. En dat verspreid door het dorp. Ja, heel goed. Dus maar dat werkte dus super snel, want mijn dochter zag dat. En die dacht dus op een gegeven moment dat drummen, dat veel meisjes drummen. Terwijl ik natuurlijk al wist, dat gebeurt niet heel veel nog. Toen heb ik haar ook nog allemaal video's laten zien van meiden die aan het drummen waren. En bekende drummers. Wat er ook in percentage ook heel weinig zijn. Vervolgens dacht zij dat drummen echt, dat eigenlijk 90% van de drummers vrouw waren. Maar dat was per ongeluk door mij. Ken je de band Hart? Allemaal vrouwen. Ja, 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 ja. Die komen ook al uit de jaren. Ja, dat zou, daar gaan we het niet over hebben. Hé, luister. Wat betekent Podium Victorie voor jou? Oh. Daar kwam ik je naam ook tegen. Ja, daar zit ik in de Raad van Toezicht. Oh, dat klinkt heel streng. Ja, dat klinkt. Ja, dat. Podium Victorie was natuurlijk vroeger Atlantis. En daar was ik bijna wekelijks te vinden. Popeye verkocht ook de tickets voor Atlantis concerten. Dus iedereen die naar Atlantis wilde om een kaartje of om naar een concert te gaan, daarvan kwamen heel veel bij Popeye om daar een kaartje te halen. Ja, en al mijn favoriete bands traden daarop.
Dus ik was daar heel vaak te vinden. Ik vond het magisch op de Breestraat. En toen zijn ze 12 jaar geleden ongeveer verhuisd naar een andere plek in de stad. En ongeveer 5 jaar geleden... zo'n poppodium heeft dan een raad van toezicht, een bestuur. Die kijkt naar hoe het rijlt en zeilt en houdt daar dan toezicht over. Dat is ook wettelijk vastgelegd dat dat nodig is. Dat zo'n poppodium zo'n raad van toezicht heeft. Toen heb ik gesolliciteerd, want er was een functie vrij. En ik dacht toen nog, ik ben hartstikke jong, ik was 40. Zo jong is dat niet. En ik ben vrouw. Ik dacht, ik achtte mijn kansen heel klein dat ik aangenomen zou worden. Maar ik werd toch aangenomen. En het is een hele toffe baan. Of een baan, het is... Het bestaat nog? Een poppodiumfactor? Nou ja, Atlantis is er toch niet meer? Nee, Atlantis is er niet meer. Maar dat is toen met de verhuizing is het Victoria gaan heten. En nu is het echt een prachtig poppodium. Een hele mooie zaal. Heel goed geluid. Hele toffe mensen die er werken. Dus het zijn 2 zalen overigens. Dus als je daar binnenkomt vanaf moment 1... word je een soort van in de watten gelegd. Dan voel je er thuis. Dus ja, leuk. Nee, ja, het is te gekke zaal. En er zijn nog steeds goede bands op. Hele goede bands, ja. Noem maar eens een paar. Volgende week staat Arrested Development. Maar dat is wel een beetje een jaren 90 band. Maar die zijn ook... Suzanne en Freek en Bluff. De hit bands van en artiesten van dit moment. Maar er zijn ook... zocht ik even naar de housefeesten, wou ik zeggen. Maar dat klinkt heel jaren 90. Maar hip-hop, urban, alle genres komen aan bod. Ja, nou ben ik natuurlijk wel benieuwd. Want je gaat elk jaar naar Los Angeles. Ja. Noem eens een paar bekende namen die jij ontmoet hebt. Qua artiesten? Ja. In de bezoek aan Los Angeles, daar ben ik... Daar heb ik niet heel veel artiesten gezien, maar ben ik wel op bezoek geweest bij Snapchat en Netflix en Spotify. Daar komen we dan, gaan we dan op bezoek. Activision Blizzard, game producent PlayStation, Microsoft. Oh, dus dat is wel heel tof. Er ook allemaal onder. Ja, hartstikke leuk. En, is dat die genre muziek? Ja, dat is dus ja, dat is waar, oh, waar mijn dat is jouw ding. Mijn ding, helemaal mijn focus waar ik dagelijks op. Maar wat heb jij daar, om het even plat te zeggen, wat heb jij daar te zoeken? Wat ik daar te zoeken heb, is dat ik Nederlandse muziek wil verkopen. Dus ik wil dat in de nieuwste Netflix-serie, dat daar een Nederlands componist of een Nederlands artiest of een Nederlands componist wordt ingehuurd om de muziek te componeren voor die serie of film. Of dat er een Nederlandse track wordt gebruikt van een Nederlandse artiest in een van die... Weet je waar ik die vaak hoor, die Nederlandse tracks en artiesten? Nou. In Duitsland. Oh ja? Ja, die gebruiken echt een heleboel Little Green Bag van George Baker. Die komt geregeld in een film voor. En dat vind ik, dat doet me zo goed. Hè? Ja, nou ja, maar dat is een van de voorbeelden van een van de eerste succesvolste Nederlandse sync, zo noemen ze dat... dat er Nederlandse muziek wordt gebruikt in een film. Dat was dus Little Green Bag van George Baker in Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Ja. En dat is ook een briljant verhaal, want de regisseur zelf wilde die muziek... had het Tarantino nummer gehoord. Ja, Tarantino had het gehoord en die zei, dat nummer wil ik erin hebben. En dan heb je in Amerika heb je dan een music supervisor, die gaat dat dan regelen. En, heb je enig idee hoe hij aan dat nummer kwam? Van ja, over de hele wereld kiest hij dat hele kleine Nederland. Ja, dat weet ik niet meer. Die hit is natuurlijk ook in Amerika geweest. Ja, precies. Ja. Maar we hadden wel zijn music supervisor al een keer in Nederland. En toen had ik het idee opgevat om George Baker een bos bloemen te laten geven aan de music supervisor. Die dan uiteindelijk had geregeld dat die muziek erin zat. En, want dat heeft hem ook weer heel veel gebracht. Ja, dus het is ook een hele mooie promotie voor Nederlandse artiesten als ze in zo'n serie zitten. Of film. Ja, en wat voor een film? Ja, en laatst was er ook een Nederlandse hit uit 2007. Perfect Exceder heette dat. Was wel een hele grote dance hit. Nederlandse jongens die dat hadden gemaakt. Die hebben toen er heel veel mee gedaan. Dus die zijn gaan toeren en zo. Maar dat was weer ingezakt, want dit was 2007. Toen kwam er vorig jaar een film uit Saltburn op HBO. En dat was een film over die tijd. En die hadden dus op dat nummer in een hele belangrijke scène gezet.
En die hit, dat was opgepakt door jongeren. Dat kwam op TikTok terecht. En uiteindelijk werd die hit uit 2007 stond weer opnieuw bovenaan in de hitlijsten. Ja. En dus die jongens die zijn aan het toeren, zitten in Australië, Japan. Die komen overal weer. Ze hebben dat nummer opnieuw uitgebracht. En dus die hebben heel veel succes ermee. Dus dat is wat ik. Maar je had het net over die fingerprint. Ja. Gaat die ook over het buitenland? Ja. Ja. Dus daar verdienen ze dan ook weer aan? Ja. Ja, en in elk land is er zo'n een Buma Stemra, zeg maar, een auteursrechtenorganisatie. Ja. En die werken dan ook samen. Dus in Duitsland heb je de GEMA en je hebt in elk land zit er zo eentje. En die werken dan samen en dan wordt dat afhankelijk waar je ingeschreven staat. Maar Buma Stemra regelt dat jij je geld krijgt uit het buitenland. Oké. Okay. Dus dat, ja. Ja. Ja, want we weten allemaal, die naam kennen we allemaal, ja. Buma Stemra, maar we weten heel vaak niet wat het doet. Precies, nee, het is echt, als je muziek maakt, dan is het zonde om het geld te laten liggen, want zij regelen gewoon dat je... Stel nou voor, je bent een jonge artiest en je schrijft het nummer van je leven. Wat moet je dan doen? Ja, dan meld je hem dus aan en je gaat naar Buma Stemra en daar kun je heel makkelijk inloggen. Je maakt een account aan. Oh, en dan kun je je nummer aanmelden. En dan moet je alle credits, dus iedereen die mee heeft geschreven, goed aanmelden. En dan vervolgens sta je daar geregistreerd. Dat is het dus, hè? Het is gewoon een registratie. Ja. En het is niet, ben je goed, word je toegelaten, heb je de prijs gewonnen. Nee. Het is alleen een registratie. Ja, iedereen kan het. Dat kan is goed om te weten. Ja. Ook voor vrouwen. Ook voor vrouwen, ja. Jazeker, ja. Ja, en ik werk dan niet voor Buma Stemra, maar voor Buma Cultuur. En wij zijn een aparte stichting. Maar en wel, wat is dat dan? Dat wat is wel, cultuur als tegenhanger van Buma Stemra? Ja, wat er gebeurt is dat wij promoten Nederlands auteursrecht. Dus wij zijn een aparte stichting. Wij krijgen geld van Buma Stemra om Nederlands auteursrecht te promoten. Dus vandaar Nederlandse muziek. Dus vandaar dat ik naar Los Angeles ga. Ja. Of wij organiseren bijvoorbeeld een awardshow. En in mijn collega's die organiseren een awardshow voor de meest gedraaide songs van het afgelopen jaar. En ik organiseer een awardshow voor de beste filmmuziek van het afgelopen jaar. En beste reclamemuziek, maar ook beste sync. Dus zoals dat liedje wat ik net noemde. Beste muziek en documentaire. En dat doen we ter promotie van die componisten. We willen laten zien aan alle regisseurs en producenten die in film of in reclame werken, hoe belangrijk die rol van muziek is. Want soms onderschatten ze dat. Dus vaak maken ze de hele reclame bijvoorbeeld of de hele film. En dan denken ze aan het einde van het hele creatieve proces, oh ja, we hebben ook nog muziek nodig. Terwijl muziek zo ontzettend belangrijk is. Ja. Want je krijgt, als je een film kijkt, dan is 50% van wat je ziet, maar ook 50% wat je hoort. Want zie maar een scène voor je van Jaws bijvoorbeeld met die haai. Dat is natuurlijk iconisch. Maar ja, zet er een vrolijk muziekje onder en die hele film is niet meer spannend. Ja. Dus zo belangrijk is muziek. En dat proberen wij duidelijk te maken naar alle producenten en regisseurs. Van joh, denk nou eerder na over muziek, maar zorg ook dat je een componist inhuurt. Want die kan dan een hele mooie muziek, soundtrack voor je maken of een score. En die kan ook het op het beeld maken. Hè? Ja. Ja, precies. Helemaal geïnspireerd door het beeld. Nou ja, en sterker nog, we zeggen zelfs, joh, ga alvast voordat er beeld is met een componist praten. Want dan kun je alvast de muzikale visie horen. En soms kun je dan ook nog een hele scène aanpassen. We hadden wat vaak gebeurt is dat We hoorden laatst een film die was opgenomen in het buitenland. Dat draaide om een hele belangrijke scène in die film. Daar was ook muziek te horen. Dus alles was al opgenomen van tevoren. En je hoorde de scène was opgenomen op een bepaald liedje. Van een bekende artiest. Dus je ziet de hoofdrolspeler meezingen. Maar pas toen de beelden al waren opgenomen, dacht ze, oh, laten we even die artiest vragen of we die muziek wel mogen gebruiken. Maar de artiest zei, ja, dat mag, maar het kost 1 miljoen. Want het was een hele grote hit. Dat budget hadden ze niet. Dus toen moest die hele scène opnieuw. Ja, en als je dat daar dus van tevoren over nadenkt, dan kun je dat dus voorkomen. We willen dus promoten van denk goed na over muziek. Dus zorg dat je alvast met een componist praat. Of denk alvast na als je bestaande muziek wil gebruiken. Het is kruisbestuiving. Ja. Ze kunnen elkaar inspireren. Zeker. Maartje, wat leuk dat je er was. En ik wens je een heel leuk leven. Dank je wel. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.